Oké, jongens, welkom terug bij een gloednieuwe Mind of Motion video. We gaan vandaag een Game of Stick doen. En een Game of Stick wil zeggen dat Jordan en ik elkaar gaan uitdagen tot een potje parcours. Want ja, sticks zijn parcours. Wat wil dat zeggen? Jordan kiest sprongen uit, ik kies sprongen uit. Die sprongen moeten we van elkaar proberen te stikken. Lukt dat? Is niks aan de hand. Lukt dat niet? Dan moeten we op het eind van deze video een vervelende challenge doen. Maar die gaan wij nog verzinnen. De eerste is de rechtbank. De rechtbank. Zo, hier zo. Ook een heel goed opwarmspelletje. Ja, een heel goed opwarmspelletje. Dat gaan we nou doen. Oké, met de eerste challenge ga ik beginnen. Wat is eigenlijk de bedoeling? We gaan eigenlijk hier zitten op deze bar. We gaan een beetje zo schommelen. Dan zo 1, 2... En dan proberen we stil te blijven staan. Het is mij nu toevallig gelukt. Dan ga ik Koen nu ook zo proberen. Ching! Oké, Jordan heeft zijn eerste sprong gedaan. Nu is het mijn beurt. En als ik hem nou niet stik, dan hoeft Jordan hem niet te doen. Stik ik hem nu wel, moet Jordan hem ook doen. We gaan kijken wie van ons het eerste het volledige woord stick heeft. Dat is dus S-T-I-C-K. Heb jij S-T-I-C-K, dan moet je een opdracht doen. Maar die is op het eind van de video pas. Oké, de volgende stick is via die paal naar de trap treden. De onderste trap treden. Let's go. Mij is het gelukt. Nu is het Jordan's beurt. We gaan eens kijken of hij deze stikt of zijn eerste letter krijgt. Dat geluidje horen jullie als iemand het niet stikt. Jordan heeft nu de eerste letter en dat is de letter S. S. Jordan heeft nu de eerste letter S. Dus in principe sta ik nu voor. Maar Jordan heeft ook een creatieve mindset. Dus hij zal ook nog wel een hele hoop creatieve sprongen gaan verzinnen. En nu is Jordan met zijn tweede sprong op deze spot aan de beurt. Oké. Bij de volgende challenge gaan we een soort van 180 steps doen. Dus eerst 180 steps zo, dan zo. En dan proberen te steken op de derde tree. Ja? Let's go! Gestikt! Hij heeft hem dus gestikt, dus nu is het mijn beurt om deze sprong ook te stikken. Lukt mij dat nou niet, dan krijg ik ook de letter S. De derde, toch? Ja. Ah, naar. Oh, wacht, ik sprong even. Nee, dat is wel 3. Nou ja, ik heb dus ook de S. Dat is heel, heel, heel naar. Op naar de volgende, mijn tweede sprong. Goed jongens, mijn tweede sprong op deze spot is vanaf de 1, 2, 3 tree over het lint heen springen, landen, 180, tic-tac, naar de eerste tree terug. Nou, dat is dus niet gelukt, want die muur was een beetje glad. Ik heb mijn challenge dus niet gehaald. Dus Jordan hoeft die nou niet te doen. Dus we gaan nu door naar Jordans derde sprong op deze spot. Bij mijn derde challenge, gaan wij hier eigenlijk op deze bar staan. Springen daar met een plyo daar naartoe, dus met twee voeten landen. En dan gaan we een 360 ervan afmaken en proberen gewoon de grond te stikken. Dat mag ook, als jij gewoon zo neerkomt en je blijft gewoon stilstaan zonder dat je voet dit of je omvalt, telt het ook eigenlijk als een stick. Ga ik nu proberen om te doen. Nee! Oh. Dit is echt heel naar, maar het zal wel moeten. Dit is echt vies, Jordan. Ah, impact. Ja! Gelukt! Oké, naar een bar toe springen, dat is best poep. Ja. Maar een 360 van een bar afdoen, dat is nog poeper. Maar we hebben hem allebei gehaald, dus dat is goed. Dus we hebben allebei de letter S.
Oké, jongens, mijn derde challenge op deze spot is weer een TikTok variatie, want die vind ik wel leuk. Links afzetten, rechts tegen de muur. Eén stap er maar tussen. Dus één stap tussen, afzetten. En op dit kleine beetje schuin lopende muurtje de stick maken. En we gaan eens even kijken of dat lukt. Yeah! Gelukt! Wat nou hier dus extra moeilijk is, is dat jij in principe niet met jouw borst tegen die buis aan mag. En ik heb een grote trui aan, dus het leek alsof ik met mijn borst tegen de buik aan zat. Met mijn borst tegen de buis aan zat. Maar dat was niet. Dus ik ben super blij dat deze gelukt is. Nou is Jordan. Met mijn borst tegen mijn buik. Huh? Kom op, jongen. Ja. S-S-T. Ja. Jordan's vierde challenge. Oké, we gaan vanaf hierboven op deze staan. We doen dus een plyo-sprong naar strijd. Dan probeer je te stikken. Wat is nou eigenlijk het rotte aan deze challenge? Is dat je van hoog op zich, als je staat, naar één voet moet springen. En dit is al ongeveer de helft van Koen al zijn lichaam. Dus voor hem is het al best rot. En, ja. Hij zegt gewoon dat ik heel klein ben. Nee. Wel, laat maar zien. Nee. Ja, nee, ja, nee. We tellen hem goed, nou mag ik. Moet ik zo staan of mag ik ook tillen? Je mag van mij dat ook doen. Ik vind het naar. Leuk. ST, helaas. Nu gaan we naar mijn vierde challenge. Nou, mijn vierde challenge heeft te maken met een bar precision. Dat heeft Jordan toen straks in zijn run ook geoefend, dus hij kan ze nu. Nu gaan we ook kijken of hij ze kan controleren door ze te stikken. Gewoon, oh, wacht. Ik ga wel hier. Dat vind ik chillen, denk ik. Gewoon lekker balanceren op het balkje. Stangetje, sorry. En die onderste stang springen en stikken. Mij is het gelukt. Nu is Jordan aan de beurt. Wil je wat mindless motion power? Ja, deal. Mind up motion power, alsjeblieft. Dank je. Waar ga jij naartoe? Je moet hem daar doen. Oh! Sorry. Het is best hoog, kijk maar. Ik kom aan het plafond. Jordan kan aan het plafond. Dit is echt eng. Deze hoeft trouwens niet met twee voeten afgezet te worden. Je mag hem een beetje zo hop, schoppen en dan hop, twee voetjes landen. Was dat een try of viel je gewoon? Dat was een try. Oké, dan heeft Jordan nu STI. En nu gaan we naar Jordan's laatste challenge op deze spot. Oké, we gaan dus een beetje een aparte doen. We gaan dadelijk van ongeveer vanuit die stang mogen hierop afrennen. Lopen mag. Zet je voet hier op de derde tree. Eén voet. Spring je omhoog en daarna land je één trap hoger. Maar dan proberen met twee voeten. Pas op dat je je hoofd niet stoot. Succes! Ik ook weer. Ja, die zit erin. Nou is mijn beurt. Ah, pas op voor die punt van die trap. Die zit je zo in je been. Waar moet ik zetten? Derde. Derde. Dit is lelijk. Nee, ik neem een letter. Oh. Hij was te lelijk.
Een goede stek is op de bal van je voet en niet met halve voetjes op elkaar en op het midden van je voet. Dat mag niet. Dus ik speel sportief en ik pak een letter. Ik heb ook STI. Ja. En nou gaan we naar mijn laatste challenge hier. Oké, jongens. Mijn volgende stek heeft te maken met een kleine run. We gaan eerst een underbar doen. Daarna doen wij weer een underbar. Dan zetten we een aantal stappen. 1, 2, 3. Jouw voet moet voor het zwarte. Moet je afzetten. Je springt met twee voetjes omhoog en stikt op deze bar. Dus niet op die, maar op die. Dus je voeten kunnen eronder door zo. Dan gaan we eens kijken of dat lukt. Eén, twee. Yay! Let's go, Jordan. Hop. Boy, joh. Binnen de kap dan. Zo. Oké, ik heb dus niet gehaald. Dat is dus weer een letter van mij. Dan heb ik nu... STIC. Oh, nog alleen nog de K. Dat is... Krot. Oké, dan gaan we nu door naar Koen zijn laatste challenge. Ja, ik heb naar mijn laatste challenge. Nee, ik heb net een challenge gezet. Weet je wat we doen, jongens? Ik heb een beter idee. Omdat Jordan nu al STIC heeft... is de Game of Sticker Put. Gerechtsgebouw. En nou dus door totdat een van ons hier op deze spot heeft verloren. En dan gaan we naar de volgende. Dus nu is Jordan aan de beurt met zijn volgende challenge. Oké, we gaan dus nu bij mijn laatste challenge. Gaan we hier op deze bar zitten. Nou, we weten niet of het de laatste challenge is, want we weten niet hoe deze game stick gaat. Ik heb STI. Jordan heeft STIC. En dit is... Vier. Ja. Het zijn nog vier letters. Dus Jordan heeft bij mijn challenge straks sowieso twee kansen. Hij heeft twee kansen, want je bent op je laatste challenge en dan krijg je twee kansen. Dus we weten niet of dit de laatste challenge wordt. Dus het wordt gewoon de volgende challenge. En dan gaan we kijken wie er van ons wint. Ja. Oké, dan gaan we hierop zitten. En net als net zijn we van onze kont uit naar twee stappen en dan stikken. Maar nu is de bedoeling dat we vanuit onze kont meteen... Nou, je mag ook een beetje met je handen gebruiken, zodat je een beetje een soort van dash valt achter, dus vanuit je zittend naar dat randje daar kan gaan. Ik weet zelf niet als het maar gaat lukken, want toen net zag ik er nog best wel goed uit, maar nu niet meer. Nee, niet gelukt. Die hoef ik dus niet te doen, want Jordan heeft hem niet gezet. Dus nou is mijn volgende challenge aan de beurt. Oké. Mijn volgende challenge is best een vervelende. We zijn allebei niet heel erg goed met bars. Maar daarom oefenen we dat juist. Een strijk op deze bar en dan stikken naar dat randje. Dat is echt heel vies, want je kan niet goed buigen, je kan niet goed dippen, want je knieën stoten dan tegen de muur aan. En je mag je handen en je borst en je lichaam niet gebruiken om je tegen te houden. We gaan kijken wat het geeft. Nee, veel te proberen. Niet gelukt. Next challenge van Jordan. Even kijken. Nou, oké, bij mij, ja. Kijk als goed deze daar kan halen. Ik heb dat ik hier sta, net voor het randje van die grote steen. Degel. En dan rij je zo staan en maak je een 180 sprong. Probeer hem hier en dan weer te stikken. Oké, ga ik even kijken. Weer. Ja, ik vind hem niet tellen, want ik zat één voet zo en met een stick vind ik eigenlijk dat je voor de helft van je voet toch wel erop moet zetten. Dus ik vind die van mij niet tellen. Maar. Het is jouw laatste letter, dus twee kansen. Oh, oké. Ik heb ook een kans om het te proberen. Oké. Nu is zijn tweede kans ook niet gelukt, dus nou hoef ik hem niet te doen. Dan gaan we naar mijn volgende challenge. En als ik hem dan wel stik, heeft Jordan alsnog twee kansen om zijn sprong te doen. Mijn volgende challenge is weer die ene tic-tac, alleen we maken hem iets groter. Dus we zetten de tic-tac af en springen dan met een plyo door naar... de 1, 2, 3, vierde trap. Nee, vijfde. We maken er de vijfde.
Nu is Jordan aan de beurt. En als hij het niet haalt, heeft hij nog een kans, want hij heeft twee kansen, want hij zit bij zijn laatste letter. Spring door. Spring door voor de oefening. Je hebt nog een kans. Zo. Nee, dat gaat niet worden. Nou, dat betekent dus ik heb stick en... Dat ik de challenge waarschijnlijk niet ga doen van deze... Van deze aflevering. Deze aflevering van stikken. Dus, Jordan en ik hebben een wedstrijdje stik gedaan. We waren heel dicht bij elkaar, want Jordan heeft ook een aantal dingetjes gedaan die ik absoluut niet kon. Dus ik heb STIC. Maar dat was niet. En Jordan heeft STICK nu. Dus we stonden heel dicht bij elkaar. Jordan moet nou nog een vervelende challenge doen. En die zien jullie zo. Goed jongens, zoals jullie weten heeft Jordan de eerste video van de Game of Stick verloren. We zijn net naar de Albert Heijn geweest om daar even wat drinken te kopen. Dat was een actieverpakking, dus daar kreeg je iets bij. Dus we wisten eventjes niet hoe we dat moesten fixen. Maar daar kreeg je dus een gratis shirt bij. Dat zat dus zeg maar opgerold tot de formaat van het blikje. En dat zat dus in de verpakking. We hebben dus een shirt. Jordan moest een challenge doen. En de challenge is dus dat Jordan dus verplicht heel de dag dit oranje shirt aan moet. En er is ook nog een klein easter egg. Er zit een vakje op, zo'n borstvakje zo. En daar zit iets in. En dat gaan we eventjes voorlezen. Want daar zit namelijk in het Nederlandse volkslied. Om een zakdoek. Soort van. Dus... Uit volle borst staat er mee. Ik ga niet zingen, want ik kan niet zingen. Dus succes jongens, we wachten even. Goed jongens, zoals jullie zien hebben wij super mooie blouses aan. En we hebben hem natuurlijk ook een beetje gepimpt. Nou is het een Mind at Motion oranje blouse. Super vet. Jordan heeft hem natuurlijk ook aan, maar Jordan moet hem aan. Maar dat vindt hij volgens mij helemaal niet zo erg. Nee. En dan zien we jullie snel terug bij de volgende video. Joejoe!